hè? Wat een eervolle taak. Ja. En dat op de eerste avond van het 19-jarig bestaanweekend van ZSC. Is het al druk? Ja. Wat zegt u? Is het al druk? Het is nu al gezellig druk. Ja. Ik zou er eigenlijk niks meer veranderen. Proberen deze sfeer vast te houden. Mooie sfeer, 6:50 vrijdagavond. Het kan niet beter. Ik zou het zo houden. Jij niet, collega? Ja. Zeg jij nou eens wat. Ik zei al, ja, zei ik. Ja. Hij kan ook praten. Hij zegt het ook gewoon. Hè. Ja, zeg ik. Het is mij een eer en genoegen om jullie even toe te spreken op deze heugelijke dag. Het is nu, want we hebben net de klok een uur teruggezet, precies 7:45. Dus 19:27. Jack, dit is een hele voorbereiding geweest voor jullie. Jazeker, en daar zijn we al. Je kunt bijna niet voorstellen hoe lang we bezig zijn. Het is een commissie van 10 mensen ongeveer. Met daar heel veel vrijwilligers mee. En die commissie van 10 is al ruim een jaar geleden begonnen. En dat leidt tot wat je nu achter je ziet. Hier is een tent. Waar zit zoveel in en omheen, maar ook alles wat daarin zit aan drinken, eten voor 3 dagen. Maar ook stroomvoorzieningen, veiligheid. Dat is tegenwoordig een hele klus. Daar hoort een hele serieuze commissie bij van mensen die dat kunnen en ook aan willen pakken. Dat kost gewoon tijd. Sjaak, vertel eens iets kort over ZSC. Hoeveel leden hebben jullie? Ja, we hebben 350 leden in totaal. 200 volwassen leden en 150 jeugdleden. En ja, voor een klein dorp als dit is dat heel veel jeugd. Eigenlijk voetballen alle jeugdleden, alle kinderen in het dorp gaan bij de voetbal. En dat is gewoon heel erg leuk, daar zijn we heel trots op. Ik heb gehoord, net door de speech van jou, dat je geen aankopen doet. Dat je alleen maar de eigen jeugd opleidt, klopt het? Ja, dat klopt en dat is ook al jaren beleid. Want soms denk je wel eens, als er nou een goede spits of als je dat hier voorstelt, dan is het gelijk hommeles. Heel bewust voor gekozen om de jeugd op te leiden met het voetbal. Kijk, en wat je dan krijgt is dat het dorp de club ook kent. Hè? De club en het dorp zijn één en dat hou je dan. Terwijl als je dat niet doet, dan loop je toch het risico dat mensen denken, ja, wat is dat eigenlijk? En dat willen wij niet. We degraderen liever met elkaar en dan promoveren we met elkaar. Dat vinden we heel belangrijk en daar houden we er ook altijd in. Dat is leuk. En dat is voor de jeugd ook leuk, want die hebben allemaal ambitie om in het eerste te spelen natuurlijk. Vandaar dat jij ook deze onderscheiding krijgt van de KNVB. Geweldig. Ad, aanwezig op het jubileum van ZSC? Ja, ik ben inderdaad namens de KNVB aanwezig. Op uitnodiging uiteraard. Het gaat altijd wanneer een vereniging een jubileum te vieren heeft. Dan komen wij als KNVB daar graag naartoe. En vaak gaat het ook gepaard met onderscheidingen. Zodoende is mijn aanwezigheid bevestigd. Ja, ik denk dat je wel een paar verrast hebt met die onderscheiding. Dat is vaak zo, maar alleen maar leuk. Want ja, iedereen verdient het, maar er zijn er altijd wel een paar mensen die door de vereniging extra in de schijnwerpers gezet worden. En ja, vandaar dat dit inderdaad toch voor sommigen ook een grote verrassing was. Er zijn er 5 gejubileerd vandaag bij ZSC, maar Jan heeft goud gekregen en Wim platina. Dat is geen platina, dat is gewoon ere. Dat is erelid, hè, van de KNVB. Dat is net een trapje hoger als goud. En hoeveel jaar ben je in dienst hier? Ik ben bijna 60 jaar. Dus ik sta op papier van 1 augustus 1959. Volgens mij is 2009 60 jaar. Wat voor job heb je allemaal vervuld hier? Ja, ik ben begonnen als administrateur van het bestuur. Toen was ik 20 jaar. Toen ben ik langzaam in het bestuur terechtgekomen. Daar heb ik vele jaren in gezeten. Toen voelde ik me een beetje te oud om nog in het bestuur te zitten. En toen ben ik eruit gestapt. Maar ik heb altijd de jeugdbelangen behartigd. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin gedaan. En dat doe ik nog steeds. Alleen in iets mindere mate. Jan, wat heb jij allemaal gedaan? Nou, ik ben begonnen als voetballer in 1967 bij ZSC. En vanaf 1982 ben ik jeugdleider geworden. En dat doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds. En dan ben ik consul vanaf 1995. En dan in de vrijdagploeg, hè, de lijn bekalken en zorgen dat er in het weekend gevoetbald kan worden. En dat doe ik eigenlijk, dat doe ik nu al 10 jaar.
Dus ZSC heeft heel veel aan jullie. Ik denk het wel. Wij doen ja. In ieder geval ons best. Ja, wij doen ons best. Hoeveel jaar zullen jullie dit nou doen? Nou, als God het belieft en ik gezond blijf, ga ik nog wel een aantal jaren door. En ik hoop het 100 jaar bestaan van ZSC nog mee te maken. Jan, jij ook? Hetzelfde. Zolang ze de gezondheid het toelaat, blijf ik deze doen. Ik heb er nog steeds veel plezier. Thomas, je komt ook uit Westerhoven. Je hebt ook proficiat voor deze vereniging. Ja, hartstikke goed natuurlijk. Zo'n vereniging die 90 jaar bestaat in een kern als Westerhoven. Het is toch ongelooflijk. En als je ziet ook hoeveel vrijwilligers dat er weer zijn. En die voorzitter die hier net een toespraak houdt. Die zegt hoe trots dat hij is op zijn vereniging. Met al zijn medewerkers en al zijn spelers. En daar zijn wij als gemeente natuurlijk ook helemaal trots op. Dat soort verenigingen waar zoveel mensen actief zijn en hun bijdrage leveren elke week. Daar leeft de gemeenschap van en daar leeft dus ook de gemeente van. En dan is het eigenlijk niet moeilijk een bestuurder te zijn natuurlijk met zo'n vereniging. Wim, zou jij de check nog overhandigen?